Informatiebijeenkomsten in Den Dolder over de dood van Anne Faber hebben zorgen over de veiligheid rond Altrecht niet weg kunnen nemen. Volgens inwoners was er vooral veel spreektijd voor de instanties, maar was er weinig gelegenheid voor kritische vragen en persoonlijke gesprekken. De bijeenkomsten gingen over Michael P., die is opgepakt na de verdwijning van Anne Faber. Hij zat in een psychiatrisch-forensische kliniek van Altrecht. Ook vandaag zijn er bijeenkomsten. De 22-jarige Hans Spitsbaert uit Houten heeft gisteravond de finale van het vijfde seizoen van Heel Holland Bakt gewonnen. Hij mag zich nu de beste thuisbakker van Nederland noemen. Het tv-programma van Omroep Max, dat bij Kasteel Maarsbergen werd opgenomen, is bijzonder populair. De afgelopen vijf seizoenen keken miljoenen mensen naar Heel Holland Bakt. Het gebeurt niet elke dag dat je met je grootste idool op het podium mag staan. Maar de 11-jarige Abe Verlaan uit Utrecht had vrijdag geluk. In een volle zaal van poppodium De Vorstin in Hilversum werd hij hoogst persoonlijk het podium opgetrokken om met Jet Rebel een nummer te drummen. Ik had de avond van mijn leven, vertelde hij aan RTV Utrecht. Abe kwam op het podium terecht doordat hij op een kartonnen bord had geschreven dat hij graag een nummer samen wilde spelen. FC Utrecht is er niet in geslaagd het uitduel tegen AZ te winnen. Het lukte de ploeg van Erik ten Hag niet om het de thuisploeg lastig te maken. Utrecht verloor met 3-0. Door de nederlaag zakt Utrecht naar de 9e plek in de Eredivisie. Woensdag neemt de ploeg het in de tweede ronde van de beker op tegen VVV Venlo. Dan nog het weer. Het is vandaag overwegend bewolkt en er valt regelmatig een bui. Het wordt ongeveer 14 graden. Tijdens de avond en nacht wordt het rond de 9 graden en kan er opnieuw regen vallen. Kijk voor meer nieuws op onze app of op onze vernieuwde site rtvutrecht.nl.